We beginnen het ATV-journaal vandaag met het nieuws dat de hele wereld in een greep heeft op dit moment. De invasie van Rusland vanmorgen vroeg in Oekraïne. Want ook in Suriname worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft middels een persbericht met klem de Russische militaire interventie in Oekraïne veroordeeld. Minister Albert Ramdin zegt dat Suriname de leidende beginselen van het internationaal recht ondersteunt. Zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties en onderstreept in dit kader de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. De regering stelt dat de Russische invasie in een soeverein en onafhankelijk land onder geen enkele voorwaarden kan worden geaccepteerd. Deze inval zal verregaande consequenties hebben voor de bevolking van Oekraïne en een ernstige bedreiging vormen voor de vrede en veiligheid in de regio en de wereld. In dit verband wil de regering van de Republiek Suriname haar principiële standpunt herhalen met betrekking tot vreedzaam samenleven en het herstellen van de dialoog in elk bestaand conflict, ongeacht de aard, het handhaven van internationaal aanvaarde principes van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van staten, non-interventie, respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten. In dit opzicht sluit Suriname zich aan bij het standpunt van de CARICOM, waarin is aangegeven dat alle betrokken partijen worden opgeroepen om verantwoordelijk en met zelfbeheersing te handelen om destabilisatie in die regio te voorkomen. De Republiek Suriname onderhoudt diplomatieke en vriendschappelijke banden met Rusland en Oekraïne en zal zich onder alle omstandigheden blijven inzetten voor processen van dialoog en diplomatie als essentiële elementen om bij te dragen aan democratie, vrede, stabiliteit en veiligheid. De regering is zich van bewust dat deze oorlog consequenties zal hebben voor de prijzen van goederen en diensten. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning meent dat we als land niet kunnen ontkomen aan deze consequenties. We zijn geen uitzondering. Vooral de brandstofprijzen zijn onderhevig aan de gevolgen van deze oorlog. We zien al hoe de brandstofprijzen zich ontwikkelen in de wereld. En we zijn een over het algemeen overwegend importerend land als het gaat om brandstof. Dus we moeten daar realistisch over zijn en rekening mee houden dat we ook daar last van zullen krijgen. Ik doe daarom van deze plek een oproep aan de weggebruikers om wat zuiniger om te gaan, alternatieven te bekijken en daar waar mogelijk met inachtneming van onze budgettaire mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, voorzitter. Laten we daar ook realistisch over zijn. Gaan wij kijken hoe we deze maatregelen kunnen, zoveel als mogelijk kunnen, proberen te mitigeren. De economische gevolgen worden ondersteund door de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Stephen Debiprasad. Eigenlijk, op het moment dat dit begon te spelen, merkte je al dat die olieprijs omhoog begon te gaan. En vandaag noteert hij boven de $100 per vat. Dat is dus het hoogste punt sinds 2014. Op het moment dat iets verandert met die internationale olieprijs, duurt het niet lang voordat wij het merken in Suriname aan de pompprijs. Dus wij het merken op het moment dat we onze auto's gaan tanken. En die vertaalslag, dat is dus wat we als eerste gaan voelen. Die pompprijs is zo belangrijk voor onze hele economie, dat het doorwerkt in transport dus en als gevolg daarvan in goederen die geleverd worden. De producten die we dagelijks eten, drinken, dragen. Dus die oorlogsdreiging, eigenlijk lijkt het te ver van ons bedshow, maar het zal zich doorvertalen in Suriname en dat is dus die vraag van hoe en wanneer zal het zich vertalen? We merken nu al een deel ervan en het is spijtig, maar want eigenlijk hebben wij helemaal, wij als Suriname hebben niets hiermee te maken, maar toch komt het op je af. Ja.
En er zijn nadelige zaken. En kijk, op het moment dat je een dreiging hebt, is het één ding. Op het moment dat je een invasie hebt, dit is een invasie, is het meer langdurig geworden. En dat betekent dat we meer langdurige problemen mogen verwachten als Surinamers. Volgens Debi Persat zal Suriname snel de economische effecten van deze oorlog voelen. De olieprijs heeft haar hoogste niveau behaald sinds 2014. De VES-voorzitter verwacht binnen één maand weer een verhoging van de pompprijs. Het gevolg is dat alle prijzen van goederen die daaraan zijn gekoppeld zullen stijgen. De VES-voorzitter zegt verder dat het misschien ook goed is dat ons land de voorzittershamer van de CARICOM overneemt. Hierdoor kunnen we goed nadenken en ons goed voorbereiden als de negatieve zaken zich beginnen te ontwikkelen, waardoor de prijseffecten minder voelbaar zullen worden voor de consument. Debi Persat heeft een advies voor de regering als het gaat om de gevolgen voor onze economie. Ja, precies. Dus begin je voor te bereiden, want het lijkt ver van ons. Op de wereldkaart is het ook ver van ons. Maar het gaat om een situatie die zo'n dreiging, zo'n effect kan hebben op de hele wereld. Het zal ook een effect hebben op kleine economieën, waaronder CARICOM-landen. Wij moeten ons als land voorbereiden en nu met de CARICOM-groep erbij, de Caribische groep erbij, heb je een beetje meer partners om na te denken. Om beter voorbereid te zijn, zodat die effecten die op ons afkomen, en ze zullen op ons afkomen, dat we die kunnen mitigeren en dat we een beter antwoord daarop hebben. Dus laten we vandaag alvast werk ervan maken als land, om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te gaan met duurder wordende olieprijs, misschien ook duurder wordende gasprijs, de vertaling in basisgoederen. En misschien ook die andere dingen waar we op dit moment nog niet precies van weten hoe een oorlog zich daarin zal vertalen. De afgelopen weken hebben diverse landen het advies gegeven aan hun bewoners in Oekraïne het land te verlaten. Minister Ramdin zei vandaag op een persconferentie dat Suriname gelukkig geen studenten heeft in Oekraïne. Als er daar studenten zijn ze daar op eigen gelegenheid, daar hebben wij geen weet van. Als we daar weet van hebben en er ontstaat een situatie, dan hebben we natuurlijk de plicht om zeker daar naar te kijken. Dat zullen we zeker ook doen als het om Surinamers gaat. We hebben wel studenten in Servië, ik dacht zo'n 18 studenten. En we hebben zo'n 6 studenten in Rusland. Maar Rusland is erg groot. Het gebied waar we nu over praten dat in conflict is, is ver van de locatie waar onze studenten zitten. Ramdin stelt dat er geen sprake is van een regionaal conflict tussen Oekraïne en Rusland. Er is volgens de minister sprake van een bilateraal conflict. Ramdin verklapte tijdens het persmoment ook dat de olieprijzen voor Suriname de volgende maand zullen worden bepaald. Dit vraagstuk kwam ook aan de orde omdat er internationaal bezorgdheid bestaat over een mogelijke wereldwijde prijsverhoging van benzine vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. In het buitenlands nieuws komen we terug op dit onderwerp.